als we... Ik heb wel op de gestelkwal, ik kom naar de winkel. Is dat de buurtbus of zo? Nee, ik woon... wat ik al jaren heb. De mensen van mij gaan dat ook, maar ik... Dit niet. Oh ja. En, al jaren, ja. En dan komen ze ook met het busje halen? Ja, ik ga naar Bungler, Albert Heijn, naar de winkel. Oké. Okay. Hallo. Bedankt. Ik kom er een andere keer aan. Hoe laat zien ze hier dan? We mochten af te halen? Ja, ik heb 11 uur. Oh. Hebben we besteld. Oké. Okay. Maar die ballen nog, hè. Ik heb de telefoon bij Bimi. Oh, dus die bellen als ze in aantocht zien? Ja. Ballen ze. Ja. Dus het kan wel eens een beetje het tijdstip dat ze hier komen, kan wel eens een beetje... Ja, het kan ook 11 zijn, ik weet het niet. Hé, hey, wij horen... is dat van hier, de pluktuin hier? Of zien dat de nee, buren? Nee, dat zijn vreemde lui die wonen waar. Of vreemde lui? Ja, die zijn van... zijn die hoeven dan? Ja, heel wie waar. De mens is advocaat, de werkochtel. Oh. Maar die gaan verhuizen. Die hebben niet verboet, maar die woont toch weg in Thailand, gewoon die. Oh. Ja, dat is... Dat is niet langs de deur. Ja, daar is de pluktuin van. Ik zie het nu op de televisie, ja. En? Wie is het in het echt? Veld tegen, hè? Nee, ik zie het geer, joh, toch? Oh, het programma, ongelukkig. Maar hier zit je nog nooit geweest. Jawel! We hebben hier verderop hebben we 2 afleveringen opgenomen. Oh. Ja. Dat was er ene, daar had je een groot stuk holtheid in gevonden, langs de Maas. En de andere, daar was van die Amerikaanse busjes op het knappen. Ja, ja. Oh, kampeerbusjes. Ja. Nee! Ja, ik woon niet achter hem. Ik moet hier door. De zoon van mij, daar woont die vuur. Oh. Daar woont die. En woont je dan eigenlijk op het terrein van de zoon? Ja, dat heeft dat allemaal gekocht. Ja. We hebben niet zelf geboet wie de mensen nog leefden. De jong, de zoon heeft dat allemaal even gekocht. Ook de achterhoek waar ik woon, dat heb ik zelf niet geboet. Bungalow van Om is dat. Een bungalow van? Van Om. Nee, dat is heel... van Om. Gelijk grond, hè. Als zo? Alle zomer heb ik, ja. Oké. Okay. Ja. Maar, hoe lang woont je hier al dan? Ik ben geboren hier in de straat, een beetje hierop, links, ben ik geboren. Wow. Ja. Ik ben hier wel bekend, joh. Woonden er dan meer lui heen die echt... Ja, ook allemaal... Maar van ook leeftijd geboren en getogen ja, zien? Ja, maar nu zijn veel vreemden komen naar. Allemaal jong lui. Ja, die willen allemaal op dit mooie plekje wonen natuurlijk, ja. Hé, hey, en wanneer heb je samen met ogen... Of staat dat hier op het pleetje? Nee, dat is als de Maas hoog is. Oh, als de Maas uitkomt. Is dat woensdag 22 december 1993. Ja, dan kunt u nu niet meer. Ze hebben dieken gemaakt, maar normaal sting hier op de weg zo wacht het water. Heb je dat ook in hoes gehad? Oh, ja. God, ja. Maar de wind zijn alles, hè? De wind zijn alles. Had je veel schade? Aan het wat bleef? Had je veel schade? Nee, toch nee? Niet. Dat viel met, nee. Nee. Nu de laatste keer, wie zijn meeste nu van wachtwater? We hebben hier niks gehad. Nee. Beetje grondwater hier in die wegen, maar hier niks. Dus heb je toen in 93 geen... Ja, dat geen is langs gehad? Nee, dat is zo dat binnen gaat ook. Ja. Oh, toen zoet je al niet meer in dit huis? Toen nee, al... daar woonde ik achter hem. Oké. Okay. En ook een mens, wie lang is hij er al niet meer? Mens van mij? Ja. 12 jaar wat. Al bloedelijk niet. Is ze lang krank geweest? Nee, veel meer. In het begin ging dat goed met tabletten en zo. Maar het hoorde me minder. Bloed die zitten, je weet wie dat geheet. Ja, ik heb er voor alles met gemaakt, maar daar geeft ze niet wat van. Waar niet van? Voor als ze het met maakt. Nee. Daar wist ze haal van. Niet? Ja, daar zit wat in. Dus je ziet een harde tante geworden. Ja, dat heb ik toch van mijn pap. Ja? Dat waren wel tamelijk. Ja, de mam niet, die wordt leeg. Maar de pap vooral. Gewoon een Duitser. Wordt hij streng? Nee. Nee?
kan ik niet zeggen. Hij was goed van karakter. Oké. Okay. Ja. Rechtvaardig? Ja. Ja. Ben ik ook. Ja? Ja, maar dat is een goede eigenschap. Jazeker. He? Heb ik toch overgehouden van mijn vader, toch? Ja. Dus bij och weten de mensen altijd waar ze aan toezien? Ja. Je ziet ja, recht goed. Recht goed. Dan weten ze precies waar ze voor hebben. Ja. Heugelijk, ja, ik ken het heugelijk. Nee, dat moet in die zitten. Ja. Toch? Nou, ik vind dat een mooie eigenschap. Ja, door, wat zeg je die nou? Geluif ze maar niet. Ik weet niet wat ze zeggen. Kent je die? Nee, ik ken het niet. Het zijn allemaal vreemden. Als zullen ze... Die komen veel fietsers uit. Ja, ja. Want gaan ze dan heden die op? Of wie fietsen nee, die verder? Nee, die gewoon op het einde van de weg. Links? Ze links. Oh ja. En dan kunnen ze weer aan de koffiehoed. Kent je de koffie? Ja, ja, daar komen we net vanaf. Geen namen nemen, want dan maken we reclame. Dat mag niet. Maar dan kent ze dus links en dan kent ze rechts af het veld in. Ja, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Hé, maar... woont je nou dus in een bungalowtje? Ja, alles over. Slaapkamer, douche, wc, kamer. En wie gaat dat ook verder? Ziet je nog gezond? Ja. 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 Of ik gezond ben? Ja. Ik ben toch 84 jaar. 84? Ja. Ja, iedereen heeft gehad, hè. De kat heeft nog gehad. God, ja. Ouwe. Ja, ouwe, inderdaad. Dat is het toch? Dat is hem. Ja, dat is hem. Die geeft niet veel. Oh, stop. Ja, die geeft... Houd het goed. En bedankt voor... voor het proten. Ja, ja. Tot ziens. Nou, leuk om even een preutje met opgemaakt te hebben. Dank u wel. Ja. Vind je het goed als je op tv komt? Of ik op tv kom? Ja. Ja. Zwijnen. Ja, ben ik. Nee, troket. Goedemorgen. Troket wijnen, ja. Troket wijnen. Nee, is goed. Ja? Nee, kunt het dan. Ja, zal ik, moet ik een berichtje sturen? Ja. Of, ja? Ja, doe het mee. Oh. Bedankt. Zal ik er een keertje in de bus doen? Ja, goed. Dat is gewoon afgesproken. Ja. Zal ik je tas in het bagage doen? Ja, ja. Tot ziens, hè. Ja, okay. Ja. Succes met boodschappen doen, hè. Ja. U heeft ook een mooie beroep. Ja, dankjewel. Ja, toch? Ja, vind ik wel. Anders zou die mevrouw nergens meer komen. Klopt. En u zorgt ervoor dat ze fijn boodschappen kan gaan doen. Ik zorg ervoor dat ze op de bestemming komt. Heel goed. Ja. Mooi werk. Dankjewel. Fijne dag, hè. Ja, tot ziens. Tot ziens. Hoi. Stemming ingeven. Ja, die zit het wel. Nee, jong, ik moet naar bung. Naar de appie. 84. Netjes. De trolley mee? Ja. Ja, onderschat de trolley niet, hè. Hij moet zich toch nog draaien. En dan denk ik dat ik... Ik weet de voornaam nog niet van mevrouw. Oh. Ik weet dat het mevrouw Troek, hè, wijnen is. Of moet even naar de bungalow lopen. Naar de bungalow? Ja, maar er is nog niemand. Ja, maar zit er geen naambordje op? Dat... Jawel, daar staat een naambordje op de brievenbus. Oh, ja. God, er riet ook nog gans door. Oh nee, die gaat erachter links. Nou ja. Nee. Dan maken we er maar gewoon mevrouw Troquet wijnen van. Ja. Wat leuk mens. En dan gaan we toch even kijken of er eens bij de pluktuin is. Mm-hmm. Ja, want die gaat naar Thailand. Ja, nu zit de buurvrouw. Of die zit in Thailand. Goedemorgen. Goedemorgen. Je brengt... Die brengt de geulbode. We reden net ja. Ug voorbij en toen koesten we zien dat het iets met geul was.
Dat is het bleedje van hey, de dorpen die... Dat is Van Meersje en Rotem en Bung en Geul, Moorveld, Mullenstraat, Eter, Borgare. Dus, je woont zelf ook in een van die dorpen? Ja, ik woon daar ganz op het einde. Oh! Dus, ze proberen mij, of ja, proberen ze. Ze zijn allemaal lief van Geul, die doen het namens daarom niet. Maar meneer in Sicilia, die kreeg de opbrengst ervan. En andere dorpen, die vroegen gewoon lief. Ja. En die betalen ze, of die laten ze betalen, of ik wat. En jij gaat een taxi, geloof ik, hè? Weer hier de grond? Met een man. Oh. Als het wisselvallig weer is, dan pakken we wel eens de auto. Kijk, ja, het kan gewoon regenen. Ja. Snijdt dat toch ook in? Er snijdt geen weerbericht in, volgens mij. hoe duk en bedoeld? Eén keer per week. Oh. Dus iedereen zich dan zijn vrat lopen. Moet ik nog even kijken, want... Er staan heel veel verenigingsartikelen in. Wat verenigingen organiseren en kijk. Wat speciaal. Kindervakantiewerk, geur. Ja.